Oké, okay, nou. Het probleem van donkere kringen onder de ogen, dat zegt het al. Donkere kringen onder de ogen. En dat zie je vaak bij patiënten met een wat gekleurde tintje. En dat geeft toch wel, dus, ze worden soms wel eens wasbeertje genoemd en dat allemaal zulke leuke benamingen. Dus dat geeft soms wel dat mensen zich echt daarin schamen. Nu is het heel belangrijk om te realiseren dat donkere kringen onder ogen, dat ik dat een onderscheid maak met de wallen. De wallen zorgen ervoor dus dat, hoe zou ik het zo zeggen, dat die... dat is vaak dieper liggend en waardoor de donkere kringen ook meer lijken. Maar echt donkere kringen zijn eigenlijk als er geen wallen zijn, dus geen dieper liggend gebeuren en dat het toch gekleurd is. Ja, nou, het is heel belangrijk om even te begrijpen van met donkere kringen onder de ogen dat het perfecte middel niet bestaat. Je hebt eigenlijk twee redenen waarom je donkere kringen ontstaat. Dus enerzijds dus doordat er de blauwheid van de huid, van de aders, wat meer naar voren komen. Dus door de huid is gewoon heel dun of wat gepigmenteerd. En wat wij doen is, wij doen een cocktail van meerdere middelen die eigenlijk op al die punten dat aanslaan. Dus wat betekent dat? We gebruiken daarvoor of RSS HA Ice, wat een combinatie is van blekende stoffen, plus stoffen die eigenlijk de huid wat dikker maken. En daarnaast doen we dan nog een crème die eigenlijk dat ook doet. En ik doe daarnaast dan ook nog de plexerpeeling. En de plexerpeeling is niet de plexer, dus je krijgt geen bruine schroeiplekjes. Maar we gaan eigenlijk met het bottendeel van het apparaat gaan we over de huid. En waardoor ook die huid weer wat dikker wordt. En dat geeft vrij goede resultaten. Oké, nou, wat de meeste mensen hopen is dat het volledig weg is en dat je camouflage vrij zou zijn. Nou, dat is, dat gebeurt wel eens, maar dat is niet iets wat ik direct zou zeggen. Het is wel een duidelijke vermindering. En ik heb ongeveer gemerkt dus dat eigenlijk vrijwel iedereen daarop reageert. In meer of in mindere mate. Dus ja, ik vind dat wel een heel goed resultaat. En dat is eigenlijk hetgene wat je kan verwachten, een duidelijk resultaat.